one day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know. Stichting Vier het Leven. Graag wil ik laten weten hoe ik genoten heb van mijn avond uit naar Mathilde Santing. Na vele jaren niet te zijn uitgeweest, was dit voor mij dubbel feest. Ik hoop in de toekomst nog vele malen mogen mee te gaan. De verzorging was prima. Nou, geweldig. Ja. Stichting Vier het Leven organiseert theater, concert en filmbezoeken voor ouderen die niet meer zelfstandig de deur uitgaan. En ja, wij doen dat om mensen de mogelijkheid te blijven geven mee te blijven doen. En onderdeel uit te maken van de samenleving. En ja, leuke dingen te blijven doen. Want als je afhankelijk wordt van anderen. En het is niet vanzelfsprekend dat je zomaar de deur uitgaat om boodschappen te doen. Of om iets leuks te doen. Dan gaat je leven er wel heel anders uitzien. Juist ook dat een vrijwilliger mensen ophaalt. Die heeft ook aandacht voor ze en die, ja, die maakt een persoonlijk praatje. Is altijd contact gelegd. En mensen vertellen hele persoonlijke verhalen. Soms ook niet, maar ook wel hele persoonlijke dingen vaak. Ik ga nu heel veel uit met Vier het Leven. Maar dat moet ook een motto zijn als je alleen staat. Want dan hou je het vol. En ook zorgen en nare dingen. Zover als je die naast je neer kan leggen en als je kracht hebt om er overheen te leven. Ja, daar bereik je heel veel mee. Ja. Goedenavond. Hallo, ik ben mevrouw Cohen. Kom erin. Ik ben Martine Cohen. Annerieke Vonk van Vier het Leven. Leuk. U bent van Vier het Leven. Ja. Vier het Leven, ja, die haalt je op. En je wordt zo verwend de hele avond. En je bent er heerlijk uit. En als mensen altijd gewend waren met hun partner op uit te gaan en die overlijdt, dan, ja, dan is het dus opeens, dan valt het weg. Dan kan je dus niet meer erop uitgaan. Nee. En dat horen wij vaak, dat ze dan na een bepaalde periode, en dan horen ze dan van vriendinnen, dat ze dan zoiets van, nou ja, toch maar proberen. Goedenavond, mevrouw Cohen. Nou, die kaart van mevrouw Cohen heb ik. Ja, klopt. Dat komt heel goed uit, zeg. Ja. Ja. Zal ik hem even... Oh. Krijgt u de kaart van mij? Maar u gaat eerst naar de koptafel van Vier het Leven. Heel veel plezier. Oké, daar. Ik vind het heel belangrijk dat de mensen die op die leeftijd, die zelf moeilijk naar theater kunnen, een hele mooie avond te bezorgen. Het is, het is zo leuk. Ze genieten zo van de avond. Dat is zo dankbaar werk. Ja. Ja, dat geeft wel een bepaalde kick. En ik hoop ook als ik op die leeftijd ben en ik ben hulp. Ja, min of meer hulpbehoefend, dat het er dan ook nog is, dat ik er ook gebruik van kan maken. Old, well, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.